Ik wil me graag voorstellen, ik ben Kees Joosen, ik ben 57 jaar, geboren en getogen in Den Hout, het mooiste kerkdorp van de gemeente Oosterhout. Ik ben in de stad Oosterhout werkzaam als bovenschools directeur, dat betekent directeur van 3 basisscholen. Ik denk dat ze mij Mr. Den Hout noemen omdat ik verschillende dingen in het dorp doe en gedaan heb. En nogal een keer aan de weg getimmerd, ook in de publiciteit gekomen. Ja, en dan wordt er al heel snel zo'n plakkaat, zo'n etiketje op je geplakt. Ja, vanwege alle activiteiten die er zijn, worden ook wel eens het ADHD-dorp van Brabant genoemd. Onhandelbaar? Nee, vooral actief en altijd bezig, denk ik. Nee, niet zo onhandelbaar, vooral altijd bezig. Dat er bij mij wat meer uren in een dag zouden zitten, ja, lijkt wel. Soms zou ik het ook best willen overigens, maar nee, dat is natuurlijk niet. Maar dingen die ik doe bijvoorbeeld is iets met het Dorpsblad. We geven elke maand het Dorpsblad uit. Met een groepje mensen maken we dat. Ik ben eindredacteur en schrijver van het verhaal. Ik ben een vrij rustig iemand. Ik vind het meer een hobby. Waar nog een kleine verdienste tegenover staat. Maar dat is nooit mijn drijfveer geweest om dingen te schrijven. Vroeger kon het toch wel een keer gebeuren dat had je een stuk gemaakt, had je er uiterste best op gedaan. En dan bleef het liggen of het werd niet geplaatst. En dat gaf wel eens wat irritatie. Maar tegenwoordig is het bijna nooit meer. Dat mijn verhalen geredigeerd worden valt wel mee. Ik vind het hartstikke irritant als ze in mijn stukken zitten te knoeien. Maar ja, ik draai al eventjes mee en inmiddels wel een bepaalde stijl die bekend is bij de krant. En over het algemeen wordt het redelijk ongemoeid gelaten en komt in de krant.